hallo. Wij zijn dus nu werk vandaag. Don't wanna hear about it.
tevreden? Heel tevreden, heel tevreden. Het was een heel mooie show en zoveel publiek. Heel blij. Ja, ja, oké. En net op tijd, hè? Ja, net op tijd. Net op tijd na de show. Je hebt met je ontwerpen zoveel spanning veroorzaakt dat gelijk de hele wijk plat ligt. Explosion. Explosion. Wat vond u van de show? Oh, ik vond het zo bijzonder. Ja? Ik vind de kleuren ook allemaal zo mooi. En iedereen komt helemaal tot zijn recht. Dat vond ik gewoon zo leuk. Ik ben helemaal verrast. Al een ontwerp gezien waarvan hij zei, ja, dat heb ik nou nodig voor mijn bruiloft? Nou, eentje kwam in de buurt, klopt. Ja, ja. Ja, en die met die bruine rok vond ik heel mooi. Dus, en op combi's. Ik dacht, nou, zoiets zou ik wel heel mooi vinden. Jong, aanstormend talent. Deze mensen allemaal? Absoluut. Ja, ik vind ze heel goed. Dus ik ben er helemaal blij mee dat ik het gezien heb. Nou, jullie hebben het. Jullie hebben het voor elkaar en de hele wijk ligt de stroom eruit. Serieus? Dus ja. Wat zeg je? We waren verpletterend. Ja, dat blijkt dan weer. Zelfs de stroomleverancier kon niet meer bolwerken. Al veel shows gelopen? Geen één. Dit is de eerste show. Vond je het spannend? Ja, zeker. Ja. Maar wel, smaakt het naar meer? Nou, nee, voorlopig niet. Ik hou wel van een beetje aandacht. Ja. Nou, daarom neem ik je ook even goed in beeld nu. En dan, wie ben je? Bas. Heb jij het meer gedaan, Bas? Nog nooit. Perfect. Maar het smaakt nu al naar meer. Ja. Geweldig. Dus je meldt je nu. Is een open sollicitatie, denk ik. Ja, vrijwillig gaan. Ja, geweldig. Wordt het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Al meer shows gelopen? Ja, hiervoor nog één. Ja. En dat was het eigenlijk. Maar smaakt het naar meer? Ja, zeker. Maar hij doet het ook goed. Dus we geloven erin dat er nog meer komen. Wie is jouw favoriete ontwerper nu? Op dit moment, voor vandaag, is dat Chris. Chris Bonilla. En waarom? Omdat hij mijn designer is. Ik loop voor hem. En ik vind zijn kleding fantastisch.